Er zijn op dit moment 3 aparte tentoonstellingen van 3 verschillende kunstenaars te zien in de hallen. Richard Tuttle, Evelyn Taocheng Wang en Casper Bosmans. En wat die tentoonstellingen verbindt of wat er als gelijkenis tussen is, ze hebben allemaal nieuw werk gemaakt, specifiek voor deze tentoonstelling. Dus de tentoonstelling kijkt niet terug, het is niet retrospectief, maar die kijkt naar de toekomst. En ze hebben ook alle 3 gereageerd op dit museum, dit gebouw, de collecties. Op een heel andere manier. Richard door echt nieuwe sculpturen te maken voor de vleeshal, die bijna één worden met de architectuur. Evelyn door heel erg in te gaan op haar eigen interesse in de Gouden Eeuw. En Casper Bosmans door ook bepaalde symbolen en elementen uit onze collectie oude kunst en geschiedenis te gebruiken. Als museum vinden wij het transhistorische belangrijk. En transhistorisch betekent echt door de tijd heen, door de geschiedenis heen, alles met elkaar verbinden. Omdat kunst een fenomeen is, dat is niet nieuw. Dat is niet van de 20e eeuw, is niet van de 18e eeuw, niet van de 17e eeuw. Dat dateert eigenlijk al van Altamira en de grotschilderingen. Dus kunst heeft ons als mens altijd begeleid. Dat is iets wat wij mensen doen en wat ons leven een extra betekenis geeft en een soort ruimte in het hoofd geeft. Wat het werk van Casper Bosmans typeert is zijn diepgaande kennis van en zijn verregaande interesse in allerlei volksgebruiken en in allerlei folkloristische praktijken. En dat kan zijn hier of hier in waar hij vandaan komt, de Kempen in België, maar ook het verre Egypte van de farao's en de piramides. En hij gebruikt eigenlijk allerlei symbolen en iconografische motieven die hij uit die geschiedenis ontleent in zijn schilderijen en in zijn installaties. Ik heb een grote hoeveelheid vliegvisjes laten binden. En vliegvisjes zijn eigenlijk een soort van aas. Dat is eigenlijk een vishaak die opgetuigd is met pluimen. Ik heb de combinatie gemaakt tussen de pluimen van de kraanvogel en de ibis. Er zijn er 30 van gemaakt, omdat de ibis verwijst in zekere zin naar de god van de communicatie en boodschapper van de goden, Mercurius of Hermes. En er zijn exact 30 soorten in de wereld, van Zuid-Amerika tot in Japan. En daarom heb ik 30 voorwerpen laten maken. En dat in combinatie met de kraanvogel, die in Azië onder andere voor het symbool van geluk en een lang leven is. Maar in de middeleeuwse interpretatie hier in Europa werd hij gezien als een symbool van waakzaamheid. Omdat men dacht dat de kraanvogel slaapt met een steen in de poot. En op het moment dat ze in slaap vallen, valt de steen en worden zij terug wakker. En daarom is dat het symbool geworden van de waakzaamheid. En ik heb zo geprobeerd verschillende van dat soort anekdotes letterlijk samen te binden in een vorm waarin het logisch is dat pluimen samenkomen. Wat boeiend is, is dat hij die verhalen of die volksgebruiken van heel ver haalt, uit de geschiedenis, uit een ander werelddeel, maar soms ook van heel dichtbij. Zo heeft hij de installatie die in de hal hier te zien is, met de vliegvissen, samen met zijn vader gerealiseerd. Hij heeft samen de sculpturen gebonden en zijn vader is ook een fervent visser. Dus daarin komt een soort interesse in een fenomeen die je ook als antropoloog zou kunnen besteden, samen met het autobiografische. Haarlem was in de 17e eeuw het mekka van de productie van textiel, vooral damast en zijde. En dat zie je terugkomen in de tentoonstelling van Richard Tuttle. To make this exhibition, I needed to find someone here because it didn't feel right to bring work with me. Hij is heel erg lokaal op zoek gegaan naar textielmateriaal, naar hennep. Hennepvezel, gesponnen tot touw, geweven tot een soort textiellab. Hij is lokale pigmenten gaan zoeken. Dat wat van hier is, uit Nederland en Vlaanderen, komt heel erg terug in zijn tentoonstelling. Richard Tuttle is heel erg de man van de omweg. Hij gaat niet direct op zijn doel af, maar hij maakt een bochtje. En dat zie je ook in de beweging die in de tentoonstelling zit. De vleeshal was vroeger de plek waar het vlees werd verkocht. Dat ging in banen. Hè? Karkassen gingen van het plafond af. En die beweging zie je ook in zijn sculpturen. Ze hangen allemaal van het plafond af. En het zijn lijnen. This exhibition, which I think it looks at something very, very specific. It's basically how two lines come together, what happens with that, the kind of energy, the kind of
experience the kind of information. Je zou ze kunnen zien als een grote tekening. Een tekening met allemaal lijnen waarin wat er tussen de lijnen zit even belangrijk is als de lijn zelf. En in die zin zijn het gedichten. Het zijn geen romans, het zijn geen verhalen die je van A tot Z kunt lezen. Het zijn associatieve gedichten die iets suggereren. Waarvoor jij als kijker open moet staan. Evelyn Tao Cheng Wang die woont en werkt momenteel in Nederland. Ze heeft net de Volkskrant Beeldende Kunstprijs gewonnen. Maar ze is eigenlijk opgegroeid en opgeleid in China, in Chengdu. En daar kreeg ze een klassieke schildersopleiding. En als je het oppervlakkig bekijkt, dan staat in de Chinese schilderkunst het landschap centraal, niet de mens. Het is een landschap, heel vaak ook verticaal, niet horizontaal, zoals onze schilderkunst. En wat Evelyn hier eigenlijk in deze tentoonstelling doet, is haar relatie daarmee met haar eigen achtergrond en met de schilderkunst uit de Gouden Eeuw onderzoeken. The most important element I find is the Dutch painting. They have really strong mood or atmosphere of daily life elements. So for this exhibition, I create a room called Vanitas. And Vanitas, I think everyone who learned a little bit art history know this word. It's related to so many symbolic meaning. And that I find a really similar tunnels through the Chinese traditional work, and so I try to mix them to make new work for this piece. Ik hoop dat de bezoeker die het pand verlaat vooral met zich meeneemt de gedachte dat nu onlosmakelijk verbonden is met toen. En dat vroeger heel erg bepaalt hoe we het heden ervaren en die twee soort communicerende vaten zijn.